Deze afleveringen zijn onderdeel van livestreams. Zo kan het over onderwerpen gaan van een tijdje geleden. Wil je live meekijken of de video's volgen en vooruitkijken? Ga dan naar twitch.tv/spooky1611. Het is tijd voor de Eredivisie, mijn allereerste Eredivisie-wedstrijd als manager. En dan moet het precies Emmen zijn. Yep, it's happening. God damn it, dude. God freaking damn it. Ik moet mijn eerste match winnen. De coach heeft al 3% minder vertrouwen in mij door het pre-season toernooi. En nu moet ik mijn eerste match winnen tegen PSV. Vindt hij leuk als target. En 9e of hoger is wat wij moeten behalen in de Eredivisie. Waar staan ze in real life, Emmen? Ik weet dat het challenge mode is, maar god damn it, man. Ga ik succesvol FC Emmen daar naartoe brengen? FC Emmen. 0-1 tegen de Graafschap. 23 april. Standen. Oh my god. Emmen staat 15e. Nice. Lekker. En ik moet in de top 9. Oeh. En ik moet mijn eerste wedstrijd winnen en dat is tegen PSV Eindhoven. Oké. We hebben nieuwe spelers hebben er natuurlijk bij. En dat is Abena. En Abena, die ga ik er wel meteen in doen. Dan maar minder chemistry. Veendorp en Nakagawa, die komen hierbij. Ook al kunnen die niet op de flank. Chacon kan wel op RB. Jansen. Ja, sorry Niemeyer, maar ik heb je nog niet geprobeerd, dus ik weet het nog niet. En dan is dat hoe we standaard de spelers meenemen op dit moment. Maar die Abena, die heb ik nodig, man. Abena. Oh, trouwens, we kunnen wel ook nog eentje weghalen hier. Dus ik denk dat het zo gaat eindigen. Ja. Onder de streep is reserve, dus die gaan dan niet mee voor dit Eredivisie-duel. Easy voor de Graafschap, zei Diek. Ja, Emmen gaat eruit. Ja, echt? Ze staan toch net boven de streep nu? Zag ik net op mijn mobiel. Alright. Alhoewel, we hebben ook die andere nieuwe Caligari natuurlijk. En die Caligari kan ook wel heel goed zijn. Dus doe maar die Caligari even daar. En die is heel jong. PSV Eindhoven. Het is Eredivisie voetbal. Live op je beeldscherm. In dit avontuur. Mijn allereerste duel. Iedereen is in vorm. Nog iemand in mega coole vorm. Niemeyer is wel in topvorm. Dus dan zetten we die op de plek van Caligari. Voor deze wedstrijd. Staat dat er niet, Caligari? Lees ik dat allemaal verkeerd? Ja, Caligari staat er. Nice. Eredivisie stil niet de ONNS van ons Snake. ONS Snake, ja echt hè. Ons voetbal. En I mean, ONS Snake speelt niet eens. Kan je anders niet kijken voor Salamakers Bof Verscharen? What does that even mean? Oh, daar gaan we dan. FC Emmen tegen PSV Eindhoven. Jongens. Ik weet niet of ik dit kan handelen. Zaalmakers. Nou, ik denk dat bijna niemand mogelijk is, to be honest. Het is maar een kleine groep mogelijk. Dit is challenge mode. Dus dan zou er eerst echt een mega groot ploegje moeten zijn. Die Gerpen is echt cool om te zien hoe lang die is. Ik hoop dat hij in real life heel goed wordt. En dat we over een aantal jaar hem als mega voetballer hebben. Voor het Nederlands elftal. Wow, Twitch refresh zichzelf ineens. Wow, dat is weird. Yep, de Eredivisie gaat beginnen ook voor mij als manager. Voor ons als manager. Ja, chat, voor ons als manager. En dit kan heel interessant worden. Nou gaan we dan reserveren in plaats van reserve. Dit heeft de buitenlander gemaakt, deze scorebordmod.
Het is M. De Leeuw, Banning, Kamara, Slagveer, Ben Moussa, Bijl, Kavlanbakker, Abena. Met deze eerste wedstrijd mag hij spelen. PSV speelt met Zoet op goal. Ach, Luc de Jong. Lozano, Mauro Junior, Bergwijn, Ryan Thomas speelt op het middenveld samen met Gutierrez. Dumfries als back is echt irritant. Daar hebben we Viergever. Daar hebben we Scherpen weer. Lozano, we gaan beginnen aan onze allereerste Eredivisie. Daar zie je het, op de bal, de Derby Star Eredivisiewedstrijd. Emmen tegen PSV. Wordt een interessante wedstrijd. Want Nienkemper heeft het op zich niet slecht gedaan in de pre-season cup. Ze zijn lekker op kamp geweest in China bij Emmen. En Nienkemper, natuurlijk legendarische voetballer, probeert het nu als manager te doen. Terwijl Banning al in de fout gaat. Hier is De Jong. Luc De Jong. Mauro Junior. Lozano. Lozano. Slagveer. Oef, Slagveer probeert in één keer te accelereren, maar lukt niet helemaal. Kan ook Lozano niet pakken. Slagveer laat nog steeds een slechte indruk achter. Manager loopt alweer te schreeuwen. Goed getackled hier. Dit is een beetje weer verkeerd gepaast. En dan hou je de druk erop op de ketel. Kamara. Mooi paasje. Bergwijn. Goed van Kaflan. En nu wel er goed doorheen. Nou, het is wel heel druk hier. Maar het lijkt erop dat het nu allemaal goed komt voor Emmen. PSV natuurlijk de betere spelers. Acceleratie is goed voor van Slagveer. Doet hij best netjes. Gronsveld. Zoekt de ruimte. Zoekt de driehoekjes. Vindt Banning die wat probeert. Hier Gronsveld. Geen buitenspel. Nee, voorzetje. De Leeuw. Kamara. Moussa. Kaflan. Kamara. Moet Dumfries achter zich laten. Banning. Bijl. Haki van Bijl. Kamara met de tricks. Kamara kan door. De voorzet is scherp. Slagveer. Oh, Jeroen Zoet. Jeroen Zoet doet dat heel goed. En hier is Banning. Maar Zoet, heel makkelijk. Heel makkelijk voor Jeroen Zoet. Dat was bijna gewoon Banning weer met een goal. Die hem daar zomaar op kon pakken door een foutje van PSV. Slagveer pakt dit ook weer goed op. Oh my god, gaat keihard tegen het hoofd aan daar. Van Ryan Thomas. Bijl komt er niet tussen. Gronsveld. Doet dit weer heel netjes. Die Gronsveld, jongen, die vind ik echt chill. Lozano veel sneller natuurlijk, maar Gronsveld behoudt de bal. Kaflan. Naar Kamara. Kaflan. 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 Kaflan met het schot, maar wordt geblokt door Dumfries. Wel weer een kans voor Emmen. Dumfries. Mauro. Naar Ryan Thomas. Lozano. Banning. Goed teruggelegd. Ja, we spelen heel defensief. Daarom duurt het ook lang voordat wij in de aanval wat kunnen doen. Maar De Leeuw. Ja, Banning. Mooi naar Gronsveld. Veel ruimte nu. Wordt wel goed Banning. Ryan Thomas komt er als tweede persoon bij. Moussa komt daartussen. Hier is De Leeuw. Hier is Kamara met een schot. Maar dat schot dat kan nooit veel power hebben. Kamara is niet zo goed in kracht erachter zetten. Leek wel Di Maria. Ben Moussa weer. Banning. Slagveer. Slagveer. Oeh. Die bleef helaas niet binnen. Oeh,
Emmen begint goed, maar PSV kan zomaar sneaky eruit komen. PSV is lekker aan het voetballen hier. Hier is Lozano. Heel veel ruimte voor Lozano. Wat doet Lozano? Lozano houdt hem daar. Daar is het getikt. Daar is het schot. Maar het schot wordt geblokt. En hier is De Leeuw. En die houdt de bal. Balletje gaat naar Camara. En komt hij daar aan? Jazeker. Alleen kan hij Dumfries ook voorbij. De acceleratie instantly uit momentum halen. Lukt niet. Hier wel een paasje naar Banning. Bijna. Dumfries helaas te lang voor Camara. Om tegen te vechten. En Moussa probeert daar alles tegen te houden. Maar lukt niet helemaal. Slagveer komt daartussen. En zo blijft het 0-0 tussen PSV en Emmen. Wow. Wat een druk de hele tijd, man. Ja, ja. Emmen PSV 0-0. Netjes. Ik heb meer balbezit. Ik heb meer attempts on goal. Maar ik probeer echt de angel eruit te halen. Constant. Constant probeer ik de angel eruit te halen. En het lukt op dit moment. Maar ik krijg zelf ook niet veel kansen met deze formatie. Dus dat is een beetje moeilijk. Want zij kunnen er zomaar uitkomen. Hoogballetje Luc de Jong. Tweede helft is begonnen. Bijl kan meteen naar Moussa. Moussa. Oh. Oh, Camara. Kaflan. Mooi gedaan. Alhoewel, er wordt wel goed tussen gezeten. Hier Slagveer. Heeft weinig om voor te voetballen, dus die moet wachten. Goeie tackle. Grondsveld. Hij wou daar even tegen de scheidsrechter schreeuwen, maar hij zag nog dat er een kans was. Hier voorzetje. Moussa Bijl. Mooi balletje. In één keer naar voren. Mislukt. Wel goed gedaan dit. Dit is ook goed gedaan. Pasveer. Krijgt hem ook goed. Krijgt hem ook goed. Bijl met een voorzet. Randje 16. Daar heeft iemand anders hem. Gaat ergens tegenaan. Tegen Bramselaar. En Luc de Jong behoudt daar goed zijn evenwicht. Hoog balletje. Goed ertussendoor. Maar oh, daar is onze nieuwe CB. Fan. Fan van onze nieuwe CB. Ditto. Camara. Camara, maar de keeper komt ook uit. En de keeper heeft hem, Jeroen Zoet. Camara net niet snel genoeg. Kaflan. Naar Camara. Camara heel blij met de nieuwe aankoop. Allemaal impulsen van Nien Kemper. Helaas geen goede paas naar de spits. Weinig ruimte ook. Valt weinig te voetballen hier ook voor Emmen. Lozano met een mooi hakje. Heel mooi ertussendoor. Wordt nog tegengehouden met een overvloed aan verdedigers. Maar PSV blijft in de aanval. Hoog balletje. Blijft hij binnen? Die blijft binnen. Voorzet wordt weggekopt. Banning komt erbij. En hier is De Leeuw, maar hij is in zijn eentje. Camara sluit aan. Camara sluit aan en daar is De Leeuw. Dat was mogelijk geen buitenspel. Dat is geen buitenspel. Maar De Leeuw schiet met zijn verkeerde been. En De Leeuw schiet heel erg zacht. Dumfries probeert nog bij te komen. De Leeuw heeft natuurlijk een persoon achter zich. Zeilt weg. De Leeuw had daar meer tijd moeten nemen. Daar had bijna Emme een kans op een voorsprong. Abena is niet gelukt. Wow, Banning! Zag je Banning? Holy shit. Banning, jongen. What the hell did you do there? 1, 2. Voetje ertussen. Blam! Wordt helemaal meegenomen. Eindelijk een PSV die geen antivoetbal speelt. Ja, we moeten misschien even toch nog een wissel doorvoeren. Ik ga dit proberen. Sorry, Banning. Maar ik ga Bos proberen. De Leeuw doet het goed.
Maar Bos is een soort Wesley Sneijder type. Die draait heel chill. Met zijn twee voetbalboots. De Leeuw. 50-50 duel. Probeert goed nog druk te zetten. Lukt niet helemaal. Hier is Bergwijn. Hebben moeite bij PSV Eindhoven. Hier is Bos. De Leeuw. M. De Leeuw. Moet even wegdraaien. Oh shit, dit was heel slecht. Wordt wel heel sloppy weggehaald daar. Had niet gehoeven natuurlijk. Oh, Slagveer. Die heeft zoveel tijd nodig. Slagveer daar bijna met een schotkans. Maar Slagveer heeft meer tijd dan Bos. De Leeuw. In één keer. Buitenspel. Net naast. Nakagawa kan geen RB of LB op dit moment. Dan zou ik hem daar heel lang moeten voetballen. Even PSTB gecheckt. Verscharen en Seilmax zijn twee jonkies van 78 overal. Seilmax is redelijk speedy. RB met pinpoint crossing en relatief hoge attacking prowess. Verscharen AMF met dikking shot. Attacking prowess is laag. Fysiek is niet heel erg hoog. Gewoon een matige speler. Nou, dat is niet een matige speler voor dit team. Maar die gaan ook niet lukken. Die zijn al te hoog. Die spelers zijn al te hoog om te krijgen voor dit team. Helemaal in challenge mode. Ben Moussa. Met heel veel geluk krijgt Emmen nog. Voorzetje hier. Wordt iemand de diepte gestuurd. Lukt ook niet echt. PSV is gewoon daar beter. Pasveerdo heeft daar de lengte. En Gronsveld. Hebben we lang niet gezien. Altijd opkomen. Wordt een appel voor buitenspel gedaan. Maar er was geen buitenspel. Maar het wordt ook gewoon geen overtreding dit. Terwijl de manager van Emmen zegt dat was wel een overtreding. Dumfries. PSV begint wat agressiever te worden. Die wil natuurlijk in de laatste 4 minuten meteen een schot van ver van Luc de Jong. Maar dat schot dat lijkt meer van een ik weet het niet meer. Het gaat allemaal niet zo goed schot. Daar leek het op. PSV wil. PSV is heer en meester deze laatste minuten. Kaflan goed gebacktrackt. Scherpen. Kamara raakt hem aan. Dat is weer een ingooi. PSV probeert de laatste minuten flink. Oh my god, wat een goeie. Wat een goeie. Maar wat gaat Luc de Jong doen? Een hoge voorzet. De kopbal is er. Maar de kopbal is niet hard genoeg van Lozano. En Scherpen kan dus de doeltrap doen. En daar is het eindsignaal. PSV Emmen 0-0. Ik had wel heel veel moeite hier ook. PSV is al te hoog gegrepen eigenlijk. Maar omdat wij zo verdedigend spelen op de counter, weten we wel de 0-0 te behouden. Oh, 73 en 60 was het overal. Kan gebeuren. Dan is het wat meer logisch, ja. 0-0 zeker mooi. Ja. Altijd dat PSV laatste minuten. Ja, zijn hun laatste minuten Duitsers-achtig? Goed resultaat, niks te klagen, zegt Joffrey. Nee. Nee, inderdaad. Niks te klagen over 0-0. Van mijn allereerste Eredivisie-game. Voor het eerst gewoon manager. En we staan 9e. Nou, gehaald. Waarschijnlijk is de owner van Emmen niet zo blij. Maar we zullen zien. Wat is hier allemaal aan de hand? We are having trouble scouting new players. Oké. Ze kunnen geen nieuwe spelers voor ons vinden. Maar dat komt omdat dat is bijna onmogelijk. Dat is logisch. Failed to win our first game. Nu is onze owner's trust inderdaad weer omlaag gegaan. 45%. Dat is niet zo hoog. Maar goed, je moet iets van 10%. Onder de 10% of zo hebben om ontslagen te worden. En Neidhart not going anywhere. Nee, die gaat nergens naartoe op dit moment. Dat klopt.
scouting vindt inderdaad helemaal niemand in Zuid-Amerika. Dus wie weet moeten we dat even globaal maken, I guess? De wereld? Doe maar. In de hele wereld, aangezien nog niet zoveel spelers goed gescout kunnen worden. Teamrollenlijst. Youth prospect. We hebben een star player. Oeh. M de Leeuw, die wordt mogelijk een grote impuls van het team. Iedereen bij deze teamroll effects, hoe beter, hoe meer effect je hebt over hoe wij spelen. Financiën, condities van spelers, de groei van spelers, de teamspirit van spelers. Dat wordt natuurlijk massaal geboost als je een legend bent als teamrol. Nou hebben we alleen maar een star player. En deze star player, Anko Jansen, zorgt ervoor dat we iets meer financiën krijgen. Nou, dat is toch leuk. Voor de rest hebben we youth prospects. Die zorgen nergens wat voor. En voor de rest hebben we helemaal niemand. Dus we krijgen geen enkele boost. Terwijl PSV dat bijvoorbeeld wel krijgt. Ajax had 4-2 gewonnen. Nice. Europees beste voetballer van het jaar. Wie zou dat zijn? Lionel freaking Messi. En deze Lionel Messi heeft een beetje een haarbug. Die hier is gebruikt. Kan ik niks aan doen op dit moment. Maar ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Als je in ieder geval speelt, vind ik het wel wat hebben. Soms kan het wel heel erg buggen. Wist jij dat die G. Bos de zoon is van Peter Bos? Echt? Oh, dat is leuk. Dat hoopte ik al. Lionel Messi die mag weer dat borstsculptuurtje omhoog doen, want het is de UEFA Best Player in Europe Award. Hij zegt, it's nice to know that I've won this award for the way I've been playing. I feel I've got some recognition and I want to try to and win this again if I can. Lionel Messi, you freaking bastard. Wie werd de tweede en derde? Neymar en Ronaldo werden 2 en 3. Neymar boven Ronaldo gestemd. Oei, oei, oei. Hoeveel stemmen? Sorry, ik keek er eigenlijk niet naar. 400 stemmen op Messi, oké. En Neymar net boven Ronaldo. Nou, Cristiano. Je hebt niet zo goed gedaan, hè? Heb je niet zo goed gedaan? Heeft Ronaldo echt niet goed gedaan. Tweede wedstrijd is tegen NAC Breda. En dit is eigenlijk de ultieme test. Wat kunnen wij doen? In dit soort potjes. We spelen natuurlijk nog steeds heel defensief. Maar hoe kunnen wij voetballen en er doorheen komen? Dat is de grootste vraag wat we hebben. En dat gaan we bij deze wedstrijd meemaken. We spelen voor de tweede keer thuis. Dat is wel handig. En iedereen is in vorm. En oh my god, Kiel Scherpen is mogelijk in supervorm. Dude. In Scherpen I trust, man. In Scherpen I trust. Als iemand dus zo blinkt, dat betekent dat hij in supervorm is. Wat betekent dat? Dat betekent dat elke wedstrijd dat we goed spelen, en ook als we slecht spelen hoor, maar dan kan het minder lang duren, dan gaan de statistieken constant omhoog. Dus voor Scherpen, deze youth prospect, gaan nu de statistieken constant omhoog. Elke wedstrijd. En dat betekent dus dat hij veel sneller groeit. Hij heeft als het ware ineens een rising growth. Ineens groeit hij heel snel. Dat is een fijne mazzel. Anko op RMF kan ook toch? Echt? Oh ja. Volledig? Oh ja. Ik denk dat ik dat ga proberen voor deze wedstrijd. Ik denk dat ik dat ga proberen. Het is tijd voor de volgende wedstrijd in de Eredivisie. Mijn tweede wedstrijd, Eddie Helm. Onze tweede wedstrijd, Eddie Helm als manager. Want Pinky de Joker geeft ook weer de manager impulsen. En het is een beetje mistig hier, ook. NAC Breda. Hoe goed is NAC Breda? Ik volg geen Eredivisie, dus voor mij is het allemaal nieuw. We hebben ook echt Nederlands scheidsrechten zo te zien. Dit is de beste modded shizzle die ik kan doen. En waarom komt dit in beeld? Nou, omdat Kiel Scherpen dus nu kei goed aan het spelen is. Kiel Scherpen heeft een groei. 18 jaar, maar wat groeit hij hard, hè? Hij is nu al 2 meter 2. In real life staat NAC laatste. Oei, 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 oei. De Leeuw dus in de spits. Banning weer erachter. Camara doet het heel erg goed. Anko Jansen nu proberen op de flank. Kijken of hij wat kan bereiken. Hij was wel fysiek heel goed. Maar qua snelheid en bewegelijkheid niet zo goed. Mitchell tevreden staat in de spits bij NAC. Rosheuvel, korte. Oké. Zwarthoed op goal.
Oké. Okay. Very interesting. De Derby Star Bowl is er weer klaar voor. Het is tijd voor een nieuwe wedstrijd in de Eredivisie. NAC Breda staat heel erg verdedigend, kunnen we meteen zien. Dus dit wordt wat meer omhoog. Ja, die staan echt zo defensief. Jesus Christ, ik moet even goed opbouwen. Want dat is wat deze gameplay patch doet. Dat je ook moet opbouwen. Ruimte moet zoeken. NAC Breda. Blijft even in balbezit. Proberen de bal uit te krijgen. Hoog balletje meteen, maar Abenya komt daarbij. Anko Jansen heeft het balletje naar Banning. Banning naar Kamara. Kamara heeft nu alle ruimte, dus die neemt hem even lekker wild aan. Oh nee, die had even rechtstreeks naar de leeuw gemoeten. Maar Kamara is niet zo goed in pasen. Dus basically rennen. Tevreden, goed in de lucht. Dat kan een probleem worden. Kaflan heeft hem hier mooi. Alleen toch komt daar iemand van NAC weer in de buurt. Hier gaan we dan. Een voorzet. En tevreden kopt hem. Kjell Scherpen is erbij. Dat wordt een probleem. We moeten eventjes iets gaan veranderen. We moeten iemand gaan marken en dan wordt het alsnog een probleem. Met deze nieuwe gameplay. Abenya markt tevreden. Mitchell tevreden kan een heel groot probleem worden voor deze wedstrijd. Hij gaat erin. Nee! Onderkant lat. Dan een volley die naast gaat. Onderkant lat. Wat een corner zeg. Dat was onverwachts. Kopbal. Onderkant lat. Scherpen zitten nog bij. Gelukkig maar. En dan in één keer de volley. Maar ja, die stond daar niet lekker voor. Hier is een balletje naar de leeuw. Alleen de leeuw. Die leeft hem weer in. En zo blijft NAC beter in balbezit. Alhoewel hier Anko Jans is. De leeuw, maar er staan zoveel mensen. Maar hier is Banning met het schot. Oh, wat een doelpunt van Banning. Alweer. Oh mijn god, Banning. Wat knalt hij hem er lekker in. Jemig. Weinig ruimte voor Emmen. Zoveel mensen van NAC Breda daar achterin. Echt zo compact staan ze. Maar toch vindt men ruimte. Anko Jansen goed afgepakt. Dan naar de leeuw. En de leeuw komt met het paasje van de eeuw in de ruimte. En dan wordt hij keihard erin geschoten. Heerlijk gedaan. Wat een paasje van de leeuw dit. Wat een hakje. Wat een visie. En dan precies op de stuit. Hij stuit ook weer net lekker op. Waardoor hij net de ronde kan. En hem net lekker knalt. Dat is de enige die voor mij onder mijn hoede goals heeft gescoord. Jazeker, Banning heeft alle drie de goals gescoord die ik tot nu toe heb gefixt. Lange ballen naar Mitchell tevreden. Dat is hoe NAC Breda het wil oplossen. Hier is Ben Moussa. Kamara, hou hem binnen, Kaflan. Doet hij. Rustig spelen. Dit is echt voetbal namelijk. Grondsveld. Jansen. Grondsveld. Jansen. Grondsveld. Mogelijk mooi. De Leeuw. Net ernaast. Net er even een klein beetje naast. De Leeuw is op zich wel een goede spits. I like it. Bakker. Oeh, komt daar wel goed tussen. Nu even oppassen. Hoog balletje hier. Nog meer hoge balletjes. Hallo, hoge balletjes alert. Grondsveld. Zo, neemt hem even aan hier. Ziet eruit dat NAC Breda weinig gaat voetballen en vooral wil verdedigen. Maar de 1-0 is er al en dat is heel fijn. Hoe? Kamara houdt hem erin. Hier is Bijl. Grondsveld.
Weer naar Bijl, weer naar Gronsveld. Veel ruimte nu. Gronsveld heeft weer de snelheid. Gronsveld met een hoog balletje. Wordt wel goed weggehaald, maar dan. In één keer naar voren weer voor tevreden. En dan heeft Emme weer het balbezit. Ja. Mooi man om te zien die verschillende speelstijlen van die team. Het is alleen heel moeilijk om hier door te breken. Gronsveld. Houdt hem. Voorzet. Bijl. En daar is tevreden. In zijn eentje. Kijk hoe defensief, jongens. Tevreden houdt hem alleen wel. Dat is wel knap. Fysiek sterk. Mitchell tevreden. De hoge balletjes blijven maar komen. Weer een hoog balletje. Anko Jansen zit er wel goed bij. Anko Jansen met zijn voetje ertussen. Maar hoog balletje nu in de box. Wordt goed weggehaald. Hier is Ben Moussa die hem heel lekker pakt. Ben Moussa. Nu komt er de counter. Er is even ruimte. Oh, Ben Moussa. Helaas te ver. Maar nee. Jawel. Ben Moussa. Kom maar door. Maar de keeper redt hem. De Leeuw, oud Chicago Fire, daar ken ik de Leeuw van. Ik weet het, dat zei je. Had de Leeuw hem hier niet kunnen afpakken, dat had hij kunnen doen. Maar uiteindelijk kwam het toch nog goed voor die 1-op-1 kans. Een corner voor Emmer. Wordt goed weggekopt. Kavlang kan die oppakken. Oeh, slecht balletje van Gronsveld. Abena heeft veel tijd nodig. Slechte dribbel. Maar voor de rest best goed. Wat een ruimte hier, hè. Maar dan. De acceleratie. Banning. Over de flank. Drie hoekjes maken. Bijl. Gronsveld. Gronsveld die veel uitmaakt van de aanval. Wat als? Doet hij het toch weer bijna. Banning. Met het schot. Net naast. Wat als dat er ook in ging. Goede aanval van Emmen. Goed voetbal. Meer balbezit. De impulsen van Nien Kempers zijn hier te zien. ...1-0. En wij lopen lekker door. Ja, die was nog wel lekker close, Ultra Slome Thomas. Hey, this is Tyrell. Alles gaat lekker. Alles gaat heerlijk zelfs. Ik geniet hiervan. Ik ben 2 dagen bezig geweest met dit weer te modden, maar eindelijk werkt het allemaal. Ik geniet ervan. Moet ik dat nou wel doen? Ja. Caligari die gaat ook debuteren. Ik ga het doen. Banning mag blijven, omdat hij weer scoort. Sowieso. Ik hoop dat het met jou ook allemaal goed gaat, Tyrell. De tweede helft met dus onze nieuwe DMF die nu voor het eerst speelt. Ja, je moet hem toch een beetje erin laten lopen, weet je wel. We staan 1-0 voor, dan durf ik het wel. Wat gaat NAC doen? Oh, goed gedaan. Dit niet. NAC heeft daar veel moeite mee. Hier is de Leeuw. Camara. Ze gaan zo hard terug, hè. Ik weet dat Caligari een goede passing heeft. Mogelijk balletje naar de Leeuw. Wordt goed weggehaald. Anko Jansen probeert hier nog erbij te komen, maar moet backtracken. Dit is ook heel netjes. 1-2'tje gaat nog maar net goed. Bakker zit, of gaat nog maar net goed voor Emmen, want Bakker zit ertussen. En dan heel slordig. Wil NAC meer? NAC wil meer. Hier is Kavlan. Kavlan heeft hem. Kavlan kan door. Kavlan heeft nu alle ruimte. Kavlan. Voorzetje. Anko Jansen komt er geweldig voor. Oh. Thanks, Tyrell. Damn.
Je zag echt dat voorzetje. Je zag hem echt ervoor springen, maar hij kopt hem er net naast. De 2-0 zou echt heel fijn zijn op dit moment. Tevreden gaat eruit, waardoor onze manmarking weg is. Is dit dan een lange guy? Of is dit meer een meevoetballende guy? Kakai heette die of zo? Volgens mij heette die Kakai. Wat een tricksters. Ik heb je nu wel door dat je gaat trucendozen. Anko speelt wel goed, ja. Oeh, dit is wel een goede positie voor NAC Breda. Ik heb niks gedaan, wordt er gezegd. Ja, nee, je moet gewoon oppassen, zegt een Nederlandse scheidsrechter. Ja, hij neemt daar eigenlijk puur het voetje gewoon mee. Daar is zeker wat aan de hand. Daar is zeker wat aan de hand. Kavlan weet hem weg te koppen. Oeh, daar werd bijna geschoten. De Leeuw niet met een goede aanname. Anko Jansen, komt hij daarbij? Nee, wordt er nu goed aangevallen. Wel goed ertussen gezeten door Grondzat. Kan hij die ook binnenhouden? Dat kan hij. En NAC Breda heeft meteen geen zin om aan te vallen. Die zetten echt geen druk. Waar die topteams dat durven, doet NAC Breda dat totaal niet. Banning. Oh, als hij net iets meer kracht had. Maar ja, dat is dus gewoon de player stats. De spelers zijn niet super. Dit is veel kansen. Wow, wat een schot van ver zeg. Dat heb ik nog nooit gezien van de AI in dit spel. Van zo ver geschoten. Waarschijnlijk door de nieuwe spits. De Leeuw, de Leeuw, de Leeuw, de Leeuw. Keeper komt uit. Kan Bakker hier wat mee? Oh, wat? Bakker laat hem gaan. Bakker laat hem gaan, maar is hij snel genoeg? Scherpen komt uit. En daar is het schot, maar die gaat mis. Scherpen komt uit met zijn 2 meter 2. En hij probeert hem te lobben. Dat gaat je nooit lukken met Scherpen. Oh, wat een beest. In supervorm die Scherpen. Geweldig. Dat lopje, hij bokste hem eruit. En dan werd er iets te gehaast in een open goal willen knallen. En dat gaat of net goed. Oh, het gaat helemaal fout. Nu moet Emmen wel even oppassen, want Emmen raakt te vaak de bal kwijt. En NAC begint steeds meer naar voren te gaan. En dat zie je ook. Veel meer spelers nu naar voren. Om daarna wel in één keer weer te backtracken en allemaal naar achter te gaan. En Emmen is het een beetje kwijt. Emmen is het een beetje kwijt. Kavlan, die is wel lekker bezig. Oh nee, daar gaat het alweer fout. En hier kan het helemaal fout gaan. Maar Scherpen komt weer. We moeten echt wel even gaan wisselen inderdaad. Anko Jansen gaat naar de spits. Slagveer komt erin. En Chacon komt erin voor Ben Moussa. Want Ben Moussa doet niet zo chill. Op dit moment. Oh, jezus. Ik schrik me dood. Banning. Balletje naar Anko Jansen. Anko Jansen kan niet echt accelereren. Daar word ik ingehaald. Moet even wachten op Grondsveld. Grondsveld weer met een balletje naar Anko Jansen. Die hem probeert voor te geven, maar gaat via de verdediger. Oh, Grondsveld verliest daar de bal op een hele unlucky manier. Maar hier gaat het best goed, alhoewel... Ja, Grondsveld, jongen, hij blijft maar doen. Oh, dat is een overtreding. De lijnrechter staat erbij. De grensrechter staat er echt volop. En het is geen gele kaart, het is een waarschuwing. Dit is misschien een hele mooie plek voor een vrije trap. Chacon, ja, die is er net ingekomen. Banning, doe maar Kavlan. Indirecte vrije trap, base clear corner. Kamara komt er net niet bij. Oi, 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 oi. En dan komt de counter.
De counter. Daar is de counter. Die is snel, die spits. Holy shit. Shit, ik moet deze druk zetten. Kaflan doet hem weg. Chacon. Oeh, ze probeerde tussendoor te komen. Een schot vanaf daar? Oh, dit is zo leuk. Als de AI dat durft, dan wordt het alleen maar leuk. Hier probeert de spits wat te doen, maar wordt weggehaald. Veel mensen van Emmen waren achterin. Oh, hij krijgt hem net niet op tijd. Oh my god, hij reageerde zo traag, jongen. Dat reageert echt super traag. Dat is een overtreding voor NAC. Op het allerlaatste moment. Een overtreding op een geweldige positie voor NAC. 90ste minuut. Hij gaat in één keer. Oh, scherpe jongen. Oh, geweldig gedaan. Oh, Kjell Scherpe. Wow. We moeten deze pakken. Deze moet Abenya. Kopmis. Kopmis. Gronsveld zit erbij. Weer voorzetje. Weg ermee. Yes! Oh my god. Dankzij een geweldig doelpunt van Banning. En mede dankzij Kjell Scherpe. I mean, come on. Die Kjell Scherpe is wel echt goud. Mede dankzij hun hebben wij gewonnen. Ik heb geen idee wat constant wordt geschreeuwd. But we did it! Scherpe man of the match. Oh, man. Woon je nog steeds in Friesland? Jazeker. Jazeker, die hypotheek. Scherpe had ook een 7,5. Echt? Oh, damn. Ajax verlies van ADO Den Haag. Oei. Emme 1-0 tegen NAC Breda natuurlijk. PEC Zwolle wint. Graafschap Heracles 0-0. AZ 4-1 tegen Heerenveen. Feyenoord wint van PSV. Fortuna Sittard wint van Utrecht. Groningen van Vitesse. Willem II wint niet van VVV. Het is gelijkspel. Dan zien we dat Emmen met 4 punten op dit moment op de 7e plek staat. En dat is dus in die top 9 wat wij moeten bereiken. AZ staat op dit moment bovenaan. En dat was het einde van de allereerste maand van mij als manager van een ploeg. Banning is inderdaad de enige persoon die doelpunt heeft gescoord. Banning heeft 3 goals gescoord. Niemand anders heeft een doelpunt gescoord. Kaflan en De Leo en Camara allemaal een assist. Caligari heeft het beste gemiddelde. Blijkbaar had hij best een goed gemiddelde, ook al kwam hij er pas later in. Wow, 6,5. Dan heeft hij het goed gedaan in die kleine tijd. En hier kan je alles nog helemaal analyseren als je echt manager wil zijn. Wie de meest succesvolle dribbles doet. 98% voor Bijl. Maar Ben Moussa heeft er meer gedaan. En 95% succesvol. Ben Moussa ook de meeste paasjes. Dus blijkbaar gebruiken we die het vaakst voor passing. Maar de meest accurate is op dit moment Bijl deze maand. En Ben Moussa krijgt inderdaad ook de meeste passes received. Dus Ben Moussa is best wel een spelverdeler. Gronsveld krijgt ook veel. 92% kwam aan van de passes naar hem. En Bakker en Kaflan hebben samen de meeste tackles gewonnen. Is ook interessant om te zien. En De Leo heeft al 7 aerial battles gewonnen. Bijl wint inderdaad ook veel. Banning is lang genoeg om ook veel te winnen. En we zien ook dat Banning als enige heeft geschoten op goal. Mooi. Leuk om te weten. Hey, Spooky Gianni, hoe gaat het ermee? En ja, Kjell Scherpe die improved dus heel dramatisch op dit moment. Maar dat doet hij dus met statistieken die ze overal niet verhogen. Zijn jumping gaat omhoog, dat is dan wel voor zijn overall. Finishing gaat omhoog en balans gaat omhoog. Balans is dan ook voor overall, dus ja, wat zeg ik. Het is bijna het einde van de transferperiode. M. De Leeuw is nu ook al een star player geworden. Wauw. Dat zou een teamplayer worden, maar hij is een starplayer. En dat betekent dus dat wij een kleine fan-favorite bonus krijgen. Toch weer extra money, dankzij De Leeuw. Scherpe has been looking really good. Hier wordt ons verteld dat Scherpe een rising star is en heel snel nu gaat developen. Dus dat is ook wel chill. En dan gaan wij eventjes naar de scouting. En die zei dat ze trouble hadden met Bolster Weak Spot. Bolster Weak Spot, voor mij dan. Chill.
Ja, dat gaat moeilijk worden. We kunnen toch niemand vinden. It's all about taking your chances. Oh my god. What the hell? Scherpen wordt ook echt geshowcased hiero. Just how good can he get? Kijk dan. Een van zijn saves. Hebben ze een screenshot van gemaakt. Dat is legit een van zijn saves. Anko vast op RMF ben ik het wel mee eens, ja. Ik vind dat slagveer... Die komt heel raar uit. Dit is onze basis, sowieso. De Caligari, die deed ook goede indruk trouwens. Niemeyer moet ik nog proberen. En dan is dit de laatste dag van de transferperiode. Boom, deadline day. 15 uur nog te gaan en dan closed de transferwindow. Maar kunnen we nog wat doen? Kunnen wij nog wat doen? Nou. Wat staat er hier allemaal? Oké, dit allemaal is 0. Tot 1 balkje. Oké. We gaan even naar search. Deze 15-jarige kunnen we allemaal halen. Oh nee, we hebben natuurlijk geen salarisbudget, laat maar. We hebben geen salarisbudget, dus het gaat sowieso niet lukken. Dan moeten we iemand verkopen. Nou, dan gaan we het einde van de transperiode. Zou toch kicken als je je eigen team kon oprichten, een beetje zelf als de manager. In een game? Dat kan. Dat kan. Ja, ik zag het net, dat hij een enorm lage balans heeft. Kamara heeft nu al long throw geleerd. Dat is wel heel snel. En we hebben lekker veel rust. Oh, KNVB-beker, are you kidding me? Heb ik geen scorebord voor, dat bestaat nog niet. Mensen die houden niet van Nederlands voetbal. Oh ja, die kunnen we natuurlijk niet meer fixen. We hebben wel budget settings. En we krijgen ook weer een extra salaris. Dat is wel fijn. Wat was er ook weer met die budget settings? Ho. Maar het is overigens toch? Finance, budget settings. Ja. Dan weet je wat salarisbudget wordt en wat transferbudget wordt. En je ziet ook de contractopties payment. Dat wordt van je salarisbudget afgehaald of van je transferbudget. Hier kunnen we het ook al een beetje balanceren. Maar ik wil zoveel mogelijk salarisbudget. Dat wil ik het liefst. Dus daarom zet ik die ook op salarisbudget. Ja, die gaan dus niet meer lukken. En qua scouting hebben ze eindelijk gasten gevonden. Ja, net iets te laat, Scout. Scout komt terug met hele coole gozers. Helaas iets te laat.